En super dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie een kookvideo. Wat ik ga maken is verse tomatensoep. Ik heb zo'n pakket gekocht bij de Jumbo. En dit is al de vierde keer of vijfde keer dat ik deze soep maak. En het leek me leuk om dat deze keer samen met jullie te doen. Het is bijna kerstavond. Ja. Ik weet niet, oh, die klok staat achter. Het is nu 3:15. En ja, over een paar uurtjes is het dus echt kerst. Wat een fantastische pakken is dit. Dus laten we maar snel beginnen. Wat heb je als eerst nodig? Nou, ik heb hier een kom. Ik weet al wat ik nodig heb, omdat ik het dus al een paar keer heb gemaakt. Een kom, hier doe ik de gepureerde tomaten in. Dan staan jullie op een klein kommetje. Daar doe ik de stukjes wortel en de knoflook in. Dan heb je een staafmixer en zo'n bak waarmee je hem in kunt staven nodig. Een snijplank, een mesje en een schilmesje. Er zit ui in, maar ik krijg het echt tranen van. Dus ik koop altijd gewoon deze ui en die ui, ja, gooi ik weg. En bakboter. Dus laten we beginnen. Laat ik ook eerst zien wat er allemaal in zo'n pak zit. Er zitten heel veel tomaten in. Kijk, 1, 2, 3. Ik ga flex even gewoon hier neer. En de ene keer, het scheelt ook. De ene keer hebben ze grote tomaten en de andere keer kleine. Nu hebben ze allemaal kleintjes. 6. Grote is toch wel handig om in te snijden. 7, 8, 9. Zo, veel tomaten deze keer. 10 tomaten. Zo. Nou, 10 tomaten dus. Nou, dan eigenlijk een ui. Maar die doe ik dan weg. Of die leg ik daar neer voor een andere ding. Maar een wortel. Die kan ik ook zelf nog één bij doen als ik wil. Tomatenpuree. Zo. Godver. Ga eruit. Ja. Ik weet niet wat het is. Tijm of dille of koriander. I don't know. Ik weet niet wat het is. Maar van die takjes met kruiden. Het is in ieder geval wel lekker. Een heel zielig teentje knoflook. Daar ga ik al meer bij doen. En oké, volgens mij is dit misgegaan. Want normaal hebben we maar iets van 7 tomaten. Maar 3 bouillonblokjes. En deze keer zitten er 4 in. Ik zal eens even kijken. Wat ze zeggen. Wat er normaal ingrediëntenmaat. Groente bouillonblokjes. Er staat niet bij hoeveel. Nou ja, ik gooi er zelf 3 in. Want anders ben ik echt bang dat het te zout wordt. Dus ik laat er 1 weg. Wat ik wel toe ga voegen is. Even kijken. En nog een extra knoflook ding. Omdat ik dat gewoon lekker vind. Zo'n extra teentje knoflook. Zo. En ja, wat je dan moet doen staat hier dan onder. Onder de ding staat de beschrijving. Ja, heb ik al gedaan. Oké, je moet als eerste de wortel even schillen. Nou, dan weet je wel hoe dat moet. Dus ik ga even de wortels schillen en in plakjes snijden. En dan breng ik dit even naar mijn cavia's. Nou, heb ik ze dus door het midden gesneden. En dan snij ik ze nu nog in kleine stukjes. Hoop. Zo, en dan heb ik nu hier de worteltjes in. En dan ga ik nu... kijken, ja, ik heb nu 3 van echt die mini... Deze is echt wel heel inimini en dan gaat er nog een stuk vanaf. En nog deze, dus die ga ik nu even snijden voor de in. Want we houden allemaal van knoflook en lekker, lekker vol van smaak alles. Dus ja, ga ik nu even de knoflook in stukjes snijden. Zo, ik dacht misschien is het wel leuk om te laten zien hoe ik het snij. Nou, ik heb hier dus al de schil vanaf. Ik doe het wel een klein beetje, kan ik hem overlicht. Dat is beter. En dan
ik ben echt totaal geen professionele kok. Ik vind het gewoon leuk om te koken. En ik ben ook pas 15. Dus ik kook gewoon best wel vaak ook. En ik vind dat gewoon leuk te doen. En dan schrijf ik zijn rondjes en dan nog een keer door midden. Zo. Dat het gewoon klein is. En normaal heb ik hier dus een klein... badje. Ook voor de thee, maar dat heb ik niet. Dus... ik kijk... oh, wat staat hier? Want wat moet ik er... verhit de soeppan. En bak de uien en de wortel. Voeg de knoflook. Nee, kijk, de knoflook die moet als... nou, dan leg ik het gewoon hier. Ik heb toch net een aardrecht goed ontbacterieerd. Met van dat alles reinig spul. En mijn handen al gewassen, zo. En zo snijd ik dus ongeveer knoflook. Het is echt niet heel boeiend om te zien, maar ja, zo doe ik dat dus. Zo, en als ik daarmee klaar ben, ga ik de tomaten snijden. Dan doe ik dan, zet ik even die dingetjes in het stopcontact. Ook handig, zit een knoop in. Zo. Dat die heb. Ja. Oké, nou dan snij ik dit dus gewoon in grove stukken. En dan doe ik ongeveer twee tomaten per keer. Of doe ik hier dus twee tomaten in en dan doe ik dat blenden. Want anders gaat dat best wel lastig. Dus, jezus. Zo, en dan... en dan de eerste keer is dit dan dus. En dan doe je even een keertje... oh, een keertje zo. Moet ik even weer even de feeling vinden hierin. Want het is best wel een stom ding dit. Nu doet hij het al beter. Voel je dus dat je tegen de bodem aankomt. En dan giet ik dat gewoon zo hierin. Als er nog een stukje tomaat meekomt, dat is helemaal niet erg. En zo ga ik dus die tomaten verder doen. Zo. En dan, als ik dat heb gedaan, had ik even alles afgespoeld. En in de vaatwasser gezet. En dan ga ik nu heel even dit ding gewoon af met een doekje. Want dit kan natuurlijk niet in de vaatwasser. Zo. Zet ik dat weer hieronder in. De kant. Zo. En de rest staat aan de vaatwasser. Dan doe ik dit ook even weg. Dan. Even kijken. Alles gesneden, ja. En dan moeten we de... de soep eventjes verhitten. Oh, ik kan jullie ook hier opzetten. Dan kun je niet veel meer zien. Doe ik hier even het lampje aan. Zo, en dan kan ik jullie iets verder zetten of niet? Hoe staat er gewoon normaal? Dit is wel zo licht, hè? Ik denk dat dit jullie iets... zo, dat is beter. Dat wordt er iets in dicht. Stinkt. Dan gaan we de pan verhitten met eigenlijk moet olijfolie, ja. Lukt dat wel?
Dat hebben wij ook. Fossiel. Ik dacht dat ze olijven niet hadden. Nope. Ik wil even kijken, nog voor de zekerheid. Denk het niet hoor. Nee. Dat is raar, we hadden eerst nog olijfpoeder, maar dan is hij denk ik, oh, dan moeten we wel bakpoeder. Doe maar een scheutje van dit. Kijk, dit is ook een soort van olie. Ik zet heel even alles hier neer. Dus de soep. De bouillonblokjes. De bouillonblokjes. En tijm. De knoflook. Nee, op die ding staat wel. En dan. Oh ja, het is echt tijm. Ja, ik had het toch goed. En zo. De wortel, reen en ui. En zijn er een stukje grond gevallen. Wat ik dan alvast doe, dat vind ik, oh, die heb ik nodig. Dat vind ik gewoon handig. Dus dan maak ik alvast deze dingen open, dat ik dat niet zo meteen allemaal hoef te doen. Want stel dat je een keer haast hebt, of dat het fout gaat of iets, dan kun je het er gewoon gelijk bij gooien. Dus dan maak ik deze vast. Open zo. Ik kan ook een keer mijn eigen gemaakte pasta. Een keer filmen hoe ik dat doe. Dat is ook wel lekker. Is ook echt heel lekker. Zo, en dan maak ik ook vast dit potje open. Okay, in totaal heb ik nu dus 10 tomaten. Ik gooi er denk ik iets meer als de helft aan zo'n zakje. Wow. 300 gram ui in. 1 wortel. 4 tijmtakjes. 3 bouillonblokjes. Tomatenpuree. Dan ook nog even een lepeltje. En gewoon een theelepeltje om hem ermee uit te lepelen. Dus dan gaan we dat nu even beginnen. Zet ik even dit de pan uit. Heel even op zijn laag, anders krijg je zo'n pan. En het is maar een klein ding. Zo. Goed, goed prestatie, ja. En even kijken, een pollepel. En dan moeten we als eerst 2 eetlepels olijfolie. Nou, ik heb dus dat. Bakboter, ja, bakolie. Op middelhoog vuur. Zo. En dan de uien. Bak de uien en de wortel tot ze glazig zijn. 4 minuutjes. Dan moeten we de knoflook, de tijmblaadjes en de tomatenpuree toevoegen. Dan de tomatenblokjes. 2 minuten. 750 milliliter water. Zo, hoe ga ik dit 700? Nee, dat is bijna 8. Wacht even, een klein beetje eruit. Zo goed. Dan kunnen de wortel en ui erin. En dan nog 7. Ja, dat is ongeveer goed. Oké. Okay. Ietsje eruit. Klein beetje nog. Zo.
aan het bakken. Even de afzuigkap aan, maar dan hoor je niet mee. Ik zet even de afzuigkap aan. En dan ga ik het eventjes bakken. Zo, en dan als ik dat heb gedaan, gooi ik nu de knoflook erbij. Zo. Meng ik weer knoflook. De tijm. En tijm, dat schaaf je zo van boven naar onder, schaaf je die blaadjes eraf. Want je moet alleen maar, en het bovenste dingetje kun je er gewoon aftrekken. Dus je moet niet het stokje erin gooien, want dat is echt niet lekker als je dat in je mond krijgt. Dus het is eigenlijk gewoon een takje. Dus. Ja, zo. Veel takjes deze keer ook al. Maar dat vind ik niet erg, want tijm is echt heel lekker. Zo. Meng ik er even. Nou, ik zet er even iets lager. En dan doe ik de puree erbij. Dat moet je ook goed bakken. Even goed meebakken. Want als je dat niet meebakt, dan krijg je een hele zure smaak. Dus je moet goed even de zuurigheid van de tomatenpuree er even uitbakken. En even op salade. Nu bakt hij niet meer, dan ga ik hem iets hoger. Zo. Nou, het bakt wel goed aan. Ik doe het toch even op de laag. Ja, dan gooi ik maar gelijk even de tomaten erbij, want anders komt het hier niet goed. Dan bakt het wel heel erg aan. Langer mee bakken. Ik kan hier weer wat koken. Zo. Want anders. Want het moet even goed koken. Even kijken, wat staat hier? En tomatenblokjes erbij. Bak 2 minuten en voeg dan dit water. En dan 10 minuutjes. Breng het aan de kook. En dan 10 tot 5 minuutjes moet het even doorkoken. Bakken zo. Omdat ik het eigenlijk moest het pas op het laatste moment pureren, maar ik gooi dit er nu al bij. Zo. Zo. En dan die bouillonblokjes, die gooi ik niet zo in, maar die knijp ik helemaal fijn. En dan laat ik zo meteen heel erg zien hoe de soep er tot nu toe uitziet. Want het moet nog een beetje roder worden. Dit gooi je erin, groentebouillonblokjes gooi je erin, zodat je geen zout of peper of zo toevoegt, want dit brengt al genoeg smaak. Ja, dit is gewoon al genoeg smaak. En nu zit die poeier er nog aan, hier aan de bovenkant van mijn lepel. Zo, dat is een beetje zonde. En je kan altijd nog even proeven. Hoe het smaakt, of er nog meer
smaak bij moet. Of juist te veel. En dan moet je er niks bij doen. Zo, en laat ik nu even zien hoe het eruit ziet. Zo ziet het eruit. En dan moet je wachten tot het kookt. En als het kookt, dan moet je het nog ongeveer een kwartiertje laten pruttelen. Zo. En dan was dit de video. Want als het dan over een kwartiertje is het klaar. En dan moeten we wachten. Want we gaan nu natuurlijk nog niet eten. Want het is pas 2:45. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te doen. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan. Tot de volgende video. Doei!